Mijn naam is Gijs van der Made, ik ben 33 jaar oud en ik werk als projectleider civiele techniek. Op dit moment ben ik bezig met oplossingen te bedenken tegen extreme droogte en tegelijkertijd wateroverlast voorkomen bij langdurige buien. Dit is erg lastig in de gemeente Moerdijk omdat we te maken hebben met een kleibodem. Hierdoor kan het water niet goed de bodem inzakken. Een van de manieren om wateroverlast te voorkomen is om het regenwater en het vuilwater apart af te voeren. Bij veel woningen wordt dit water nu gemengd afgevoerd naar het gemeentelijk rioolstelsel. Dit komt uiteindelijk bij de zuivering terecht en hierdoor kan dus, het riool en de zuivering overbelast raken. We willen graag dat bewoners meehelpen om het regenwater en vuilwater van elkaar te scheiden. Dit kan door het aanbrengen van een extra huisaansluiting of het water bovengronds naar gemeentegrond te begeleiden. Hierdoor wordt het vuilwater naar de zuivering afgevoerd en zakt het regenwater in de bodem of voeren we het af naar open water. De gemeente regelt en betaalt alles, maar we hebben wel toestemming nodig. Wat mij aantrekt in deze klus is dat er niet een standaard oplossing is, dus voor ieder project is er een maatwerkoplossing benodigd. Verder vind ik het leuk om bewoners enthousiast te maken in het scheiden van het water, zodat zij een steentje bijdragen in het verhelpen van de wateroverlast. Ik zou de gemeente Moerdijk aanraden omdat je daar de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen. En verder heb je veel vrijheid om je eigen dag in te delen en is er een prima balans tussen privé en werk. Ik zou het mooi vinden om bij de herinrichting van een wijk alle bewoners mee te krijgen in het scheiden van het water.